Noto'o. Rommers, moeilijke controle. Bitsindu, half afgeblokt. Toch maar uitkijken met Abrahams en Van Eno. Even aandringen van Westerlooy naar de kans. En de goal! Nasus! Ja, dat is een vroege openingsgoal. Dat kan alleen maar goed zijn voor de wedstrijd. Wie pakt wie? Dat is niet altijd even duidelijk. Buiten uw beeld ziet u daar nu bijvoorbeeld Kouwen Bergman. Die heeft Abraham in de buurt. En kijk eens aan. Wat een goal. Jongen, jongen, jongen. Lucas Van Eno. Nou, wij een beetje aan het kijken naar het positiespel van Lommel. De volgende wedstrijd van... Kijk eens hoe rustig ze de ballen mogen rondspelen bij Westerlo. Lommel weinig druk op het leer. En dan verstuurt van Eno deze prachtige bal naar Otto. Die komt naar binnen. En daar Abraham. En Nasus. 3-0. Ja, het zat eraan te komen. Als je zo slap verdedigt zoals Lommel, dan krijg je het deksel op de neus. Bal blijft er een beetje hangen. Niemand die er een voet tegen kan zetten. Alessandro dropt hem terug in de box. Bizet is er nog. En ook naast is Abrahams. Het is 4-0. Kurt Abrahams heeft ook zijn doelpuntje weer te pakken. Zijn derde. En zo gaat het lekker. En het gaat vooruit. En er kunnen er nog bij komen. Zoals Lommel hier vanmiddag staat te spelen. Acevedo. Voorzet via de Walen bij Rocha. En die kopt hem binnen. Ja, ja. Stond daar tussen twee verdedigers en de doelman. Maar niemand van Westerlo die bij die bal geraakte.